Yo, wat up gasten, het is zondag, het is tijd voor een Banjo Movie. Ik zit inmiddels al 8 jaar op YouTube en in die 8 jaar op YouTube heb ik heel veel dingen al lang verfilmd. Alleen toch zijn er nog bepaalde verhalen die ik nog niet met jullie heb gedeeld. Die verhalen wil ik vandaag met jullie gaan delen, want geloof me, die kunnen raar, grof, gênant, grappig of wat dan ook zijn. Vandaag dus 10 verhaaltjes die je nog niet over mij wist. Laten we beginnen bij nummer 1. Laten we deze video beginnen op het moment dat mijn leven begon bij mijn geboorte, want daar ging het al fout. Ik was veel te groot voor de baarmoeder van mijn moeder. Lekkere openingszin in de video. Bardo, applaus! Maar ik was dus veel te groot voor de baarmoeder van mijn moeder. Ik was namelijk een baby van 9,5 pond. Omdat ik dus zo'n grote baby was, had ik mezelf een beetje plat gedrukt. En mijn linkerhelft was plat en mijn rechterhelft van mijn gezicht was goed. En ik had een gebroken schouderbeen. Daardoor zag ik de eerste 9 maanden van mijn leven er zeg maar zo uit. Ik was een scheve baby en ik kon niks. Topleven! Topleven, geweldig! Nummer 2. Tegenwoordig ben ik een mens, alleen vroeger was ik ook een beetje een chameleon. Ik ben namelijk geboren als blanke jongen met gifzwart haar. En vervolgens zag ik er zo uit. Ik werd een kleine neger met wit haar. Maar gelukkig kleurde ik over de jaren bij en ik had zelfs heel lang krulletjes als kind. Ja, en ik besef me, gelukkig kleurde ik over de jaren bij. Dat is geen racistische opmerking. Je snapt wat ik bedoel. Nummer 3. Afgelopen zomer deed ik natuurlijk de WK-serie. En heel veel mensen weten dat ik op voetbal heb gezeten. Alleen wat heel veel mensen niet weten is dat ik ook op paardrijden heb gezeten. Ja, ik heb op paardrijden gezeten voordat Game of Thrones of Lord of the Rings überhaupt bestond. En de reden dat ik eraf ging was vrij simpel. Er viel namelijk een meisje van haar paard af en die ging hangen aan het nek van het paard. En dat paard liep 10 meter door voordat het meisje onder dat paard doorviel. Ja, ik was flink getraumatiseerd en ik heb een hekel aan paarden nu. Nummer 4. Ik wou dolgraag 1 keer in de krant komen en op een gegeven moment werd mijn basisschool opnieuw geopend. Er werd de allereerste tegel gelegd. Daar waren allemaal mensen bij aanwezig van de regionale krant en die maakten allemaal foto's. En hier zie je de foto. Je ziet al mijn klasgenootjes heel leuk links naast de directeur staan. Alleen als we iets naar rechts kijken zien we Bardo. Jazeker, ik ging voorkruipen en ik stond eigenlijk vol met mijn bakjes in de krant. Op een manier waarvan je zegt, Bardo, je bent nog nooit zo schaam. Aanteloos geweest. Nummer 5. Banjo Movies, dit YouTube kanaal waar jij nu naar kijkt, barst natuurlijk van de seksgrapjes. Alleen wat heel veel mensen niet weten, is dat mijn allereerste seksscène die ik ooit heb gezien op tv, was bij Baantje. En mijn allereerste reactie op mijn allereerste seksscène die ik ooit heb gezien, was kotsen. Maar ook niet te zuinig, ik was een soort Blastoise die een hydropomp deed. Gewoon echt een meter naar voren. De kots was eigenlijk meer indrukwekkend dan de seksscène waarvoor ik moest kotsen. Dat was het ergste. Nummer 6. Ik kom uit een redelijk haar huishouden. Vroeger vonden wij bijvoorbeeld heel erg leuk om middelvingers naar elkaar op te steken. Omdat we toch wisten van elkaar dat we het niet zo bedoelden. En op een gegeven moment stond mijn moeder buiten mijn klaslokaal. Ik zat in groep 2 geloof ik. En de juffrouw was een verhaal aan het uitleggen. En op een gegeven moment stak ik mijn middelvinger op naar mijn moeder. Mijn moeder stak een middelvinger terug op. Dus ik deed er 2 naar mijn moeder. Dat zag de juffrouw. En ik moest nakomen. Dus mijn moeder ging naar binnen, de school binnen. En die legde uit aan de juffrouw van nee, hij steekt altijd zijn middelvinger naar mij op. De juffrouw die stond echt te kijken van wat. Is dat voor huishouden waar jullie vandaan komen? Wat doen jullie daar? En ik mocht met mijn moeder mee en ik hoef niet na te blijven. Het enige wat de basisschooljuffrouw op dat moment niet wist, is dat er later een klassenfoto gemaakt zou worden waarop ik dit deed. Jazeker, Bardo zat in pak in groep 2 op de klassenfoto met zijn middelvinger. Bardo, je bent nooit veranderd en ik ben er trots op ook. Nummer 7. Vroeger toen ik klein was hadden we een oppas die heette Henny. En Henny had altijd een hele dikke snor, die had een dikke bril op, had wel 30 katten thuis. En hij hielp mij met mijn vriendenboekje bijhouden. Nu is het niet heel erg gek als ik jullie ga vertellen dat Henny homo is. Henny was homo en ik wist niet wat homofielen waren. Dus mijn moeder wou me uit gaan leggen wat homofielen waren. En ze zei tegen mij zoiets van, Bardo, Henny is dus homo. En weet je hoe papa en mama samenleven? Nou, dat doen homo's dus ook. Dat zijn 2 mannen die leven samen in 1 huis en die hebben samen een heel leuk leven. Als jij die beschrijving aan een 5-jarige Bardo geeft, dan denkt die 5-jarige Bardo dat er een mogelijkheid is om in de toekomst samen te gaan wonen met een man en alleen maar te gaan gamen, bier te drinken en voetbal te kijken. Dus dat was een beetje mijn beeld van homo's. Eigenlijk had ik niet door dat ze ook seks hadden, van elkaar hielden en alles erop en eraan. Nee, ik dacht gewoon, oh dat is cool. Een soort guys house. Dus ook heb ik een paar keer gezegd tegen mensen dat ik later homo wou worden. Ja. Het was niet mijn allerbeste stukje, maar ik geef mijn moeder de schuld ervan. Nummer 8. Wanneer een YouTuber 100.000 abonnees bereikt, krijgt hij een Silver Play Award. Dit dingetje dus. Super vet, kan je aan je muur hangen en je kan ervan genieten. Alleen net als bij mijn geboorte ging er van alles fout bij het versturen van deze dingen. Dus ik heb er nu 3.
Ja, ik heb 3 Silver Play Awards voor 1 YouTube kanaal. En nummer 4 voor Banjo Town, die komt er nu aan. Ik hou ze mooi zelf, ik stuur ze niet terug. Dat is het erge. Nummer 9. Een van de meest gestelde vragen is wel over mijn zweepbandje. Bardo, waarom heb jij dat zweepbandje? Jongens, dat is heel simpel. Ik was vroeger fan van de Hercules. En dan niet zomaar fan. Nee jongens, ik was een extreem fan. Ik had alles van Hercules, de beste man, vanwege zijn haarbandje. Ik vond dat zo cool. Ik had zelfs een heel pak van Hercules en mijn hele kamer zat onder. Dat komt mede omdat ik mezelf heel erg kan herkennen in het verhaal van Hercules. Hercules is eigenlijk een sukkel, een nono die niks voorstelt. Hij heeft een droom en hij wil alles doen om die droom te bereiken. Kijk naar Banjo Movies. Eigenlijk is dat hetzelfde. Alleen ben ik niet zo gespierd als Hercules. Maar omdat een haarbandje wel een beetje achterlijk ging staan, besloot ik eigenlijk rondom mijn 16e maar om een zweepbandje te dragen in plaats van een haarbandje. Nummer 10. Ga lekker achteroverleunen, want dit laatste verhaal is een heel erg grappig, gênant verhaal. Ik was namelijk net 8 jaar geworden en ik ging naar de basisschool toe om het te gaan vieren. Ik had allemaal snoep meegenomen voor mijn klasgenootjes. Dus iedereen ging in een cirkel zitten rondom mij en ik ging op de tafel staan. Wat ik niet wist, want ik moest heel nodig naar de wc. En als ik wist dat ik op de tafel moest gaan staan, ging ik wel eerst naar de wc, maar dat deed ik niet. Dus ik stond op die tafel, iedereen begon te zingen, ik deelde snoep uit aan die kinderen. Ik dacht, laten we ophouden, ik moet naar de wc. En dat liedje duurde zo lang dat ik eigenlijk voor allemaal blije kinderen met snoep die een liedje aan het zingen waren voor mij in mijn broek heb gepist. Ja. Ik had echt zoiets van, ik had van de tafel af kunnen vallen, ik had alles kunnen doen, maar in mijn broek pissen was het ergste wat ik ooit heb gedaan op de basisschool. Op een tafel, in een cirkel, voor de hele klas. En dit zijn van die verhalen die eigenlijk niet op YouTube hoort te zetten, besef ik me nu ook weer. Oeps. Nou jongens, heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Als je dit soort video's leuk vindt, waarin ik iets meer vertel over mezelf, ook wat er vroeger is gebeurd, grappige verhalen, geef dan vooral een blauw duimpje, dan weet ik dat jullie het leuk vinden. En deel deze video vooral niet. Nee, ik deel hem deze week niet. Stuur hem naar niemand door, want het zijn behoorlijk gênante verhalen. Hoe grappig ze ook mogen zijn misschien voor jou, stuur ze niet door, anders sta ik voor lul. Hoe meer je doorstuurt, hoe meer ik voor lul sta. Dus laten we dat vooral niet doen met z'n allen. Abonneer wel op mij hier beneden en geef een blauw duimpje. Bedankt voor het kijken en ik check jullie later!